zo zielig. Nee. Wij zijn dus van de dierenambulance in Noordoostpolder. Nou, dan gaan we met vrijwilliger Nick mee. Yes. Wil je ook een hapje? Dat is ook niet de bedoeling. Dat komt erin hoor. Zoveel worden er gedumpt. Echt niet normaal. Ik heb met mooi weer ook lekker naar buiten gegaan. Dus zo'n groot schulp wat erin ziet. Ja, dat is een hele verhaal. Ja, dat is heel jammer. Ja. Dus dan worden ze meteen behandeld tegen parasieten. Hallo allemaal, ik ben Natalie en naast mij staat Gerard. Zoals je ziet hier zijn we weer bij de schildpaddenopvang. Kan ook niet missen met al dat water en al die schildpadjes hier op het eiland. En wij nemen jullie vandaag weer mee met allemaal mooie beelden, nieuws, ook wat minder goed nieuws, maar ook een heleboel nieuwe dingen. Hi, hi, ben ik weer? Ja, ja. Hallo. Zo, u komt een schildpad brengen. Ja, ik kom helemaal uit de Noordoostpolder, omdat hier eigenlijk de enige goede schildpaddenopvang is. We hebben deze schildpad op straat gevonden. Gelukkig dat mensen hem op tijd zagen, anders was hij doodgereden. Ze zijn gelijk gestopt, hebben ons gebeld. Wij zijn er gelijk naartoe gegaan en hebben geconstateerd dat die schildpad heel snel hulp nodig had. Ja, en wat daarom goed. Zijn we ook zo snel mogelijk hierheen naartoe gekomen. Oh, wat super. Ja, ja, dat is een heel eind dat rijden. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ze zijn van de dierenambulance Noordoostpolder. Dus grote afstanden, maar ja. Echt voor de dieren natuurlijk. Ja, wat goed. Nou, je ziet hier al dat hij dus een pootje mist. Nou, en hij is natuurlijk weer heel erg mager. En wat je allemaal ziet bij schildpadden die in de natuur worden gevonden. Sneu, hè? Nou, ja. We zetten hem even in het systeem en dan... Ja. Ja, sneu, hè? Die heeft tussen gezeten. Ja, kijk, heeft hier allemaal losse stukjes zitten. Kijk, vaak gaat daaronder gaat wel rot zitten. En als je dat niet weghaalt, dan kun je het wel ruiken. Valt nu wat mee. Oh, en dan wordt hij dus helemaal in het systeem gezet. Ja. Wordt hij geregistreerd. Wij doen ook registratie samen met hun natuurlijk. Ja, we zijn een onafhankelijke stichting. We zijn helemaal met een paar vrijwilligers heel hard bezig. Wij moeten dus ook een inventaris maken. We hebben deze papieren als dieren naar de schildpaddenopvang of naar kattenopvang of ja, wat voor opvang ook gaan. Hier krijgen hun een kopie van, wij houden een kopie, zodat we alle twee weten waar de beesten zijn geweest, wat ermee is gebeurd, zodat alles op alle manieren toch duidelijk aanwezig is waar het dier zich bevindt. Wat er met het dier gebeurt, zodat er ook geen verkeerde handel kan gedaan worden. Oh ja, wat goed. Ja, dat is een hele organisatie. Hele administratie. Ja. Ja, dus... nou, fantastisch. Maar jullie doen dus wel meer dieren, dus niet alleen schildpadden. Wij doen allerlei soorten dieren, behalve hoefdieren, die mogen wij niet vervoeren. Dus wij hebben ook roofvogels, we hebben konijnen, we hebben honden, katten, bezels, marters... Noem het maar zo gek op, ratten hebben we in de opvang gehad. Ja, zo. Ja. Dus, wat goed. En nou, we hebben voor allerlei organisaties waar konijnen heen moeten, waar katten heen kunnen. Dat is naar Kittenparadijs in Huizen. Dat wordt gerund door Sabina Stoelhorst. En dat is ook een bijna collega van ons. Die heeft ook bij ons lezingen gedaan over hoe wij het beste met kittens kunnen omgaan die net geboren zijn. Ja, 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 een vriendin van mij die doet ook die is pleegmoeder voor kittens. Dus daar heb ik ook een keer een video gemaakt. Ja, dat is heel mooi. Dat is ook hard nodig. Op het ogenblik worden er ook helaas weer heel veel kittens gedumpt. Ja. We hebben zelfs pasgeboren nestjes uit de berm gehaald. Waar de vliegeneitjes al op zaten. Die hebben helemaal schoongemaakt. Die hebben dus naar Kittenparadijs Huizen gebracht, naar Sabina toe. En die verzorgt ze heel goed. Die heeft ook capeuses. Waar ze in kunnen. Oh ja. Wat erg hè, dat er zoveel gedaan moet worden eigenlijk hè. Het zielig is allemaal. Waardeloos dat mensen gewoon te beroerd zijn om hun kat te laten steriliseren. De katten, de kittens dan te dumpen. Weten dat ze op een gruwelijke manier en een gruwelijke dood sterven.
Ja. Je weet niet wat er met haar gebeurt. Ja, en het lijkt alleen maar erger te worden overal, helaas. Wat ons opvalt als dierenambulance Noord-Oostpolder, is dat er op het ogenblik heel veel meldingen komen over van zogenaamde gevonden dieren, waarvan wij dus allemaal vermoeden dat de coronatijd is een beetje over, dus we hebben de dieren niet meer nodig. Ja, ja, het was eigenlijk al voorspeld, hè? En ja, inderdaad, was voorspeld en wij hebben er dus heel duidelijk heel veel mee te maken. Ja, ja, heel erg. Maar jullie doen in ieder geval wel heel erg goed werk. Dus... ja, we zijn een heel sterk team met elkaar. Als we ook eventjes niet kunnen, iemand is ziek of iemand die heeft wat anders, familietoestanden, één belletje naar collega's. We hebben zo'n goede band met elkaar dat we gelijk eigenlijk vervanging hebben. Heel fijn. Een klein team, maar een ijzersterk team met elkaar. Ik hou nu al van jullie. Ja. Ja. Dankjewel namens de dieren. Oké, jullie ook bedankt voor het opvangen van schildpadden en alles. Hij was in Emmeloord gevonden, hè? Ja. En dan wordt hij helemaal onderzocht en hier weer helemaal ingecheckt. Zo. Nou, even een liedje erbij aan. Nou, deze schildpad die, dus wat het meeste opvalt is dat er een achterpoot mist. Dus in het systeem wordt het ook als status aandacht aangegeven. Dus dat we weten van, hé, die schildpad markeert iets. Nou, ik ga nu nog even de papieren uitdraaien voor hun. Wat ze net ook zei in verband met de registratie en zo. Het is gewoon heel erg belangrijk om goed vast te leggen van waar dieren eindigen en waar ze uiteindelijk opgevangen worden. Dus er komt een hele grote administratie van alle kanten bij kijken. Ja, klopt. Ja. Dus papierwerk is toch wel een van de meeste... het duurt het schildpad allemaal wat te lang. Ja, het schildpad heeft al lang gezien dat ze hier een heel mooi bad hebben. Dat kan ook. Nou, dan kan ik meteen even kijken naar het pootje. Ja. Oh ja, ja, je mist zijn teentjes, ja. 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 Nou, het is wel goed genezen, zo te zien. Ja. Nou, Nick, jij brengt hem naar de kantine. Ja, ik ga hem meenemen. Nou, dan gaan we met vrijwilliger Nick mee. Yes. We hebben al een bad voor gevuld. Hey. Jullie ook van die prachtige t-shirts hebben jullie. Zeker weten. Dat is wel duidelijk. Nou, weer al even een badje gevuld. Dus nou, elke schildpad die in het badje heeft gezet, wordt het bad helemaal schoongemaakt en netjes gemaakt. En dan wordt het weer gevuld voor de nieuwe schildpadden. Ja. Dan kunnen ze hier eerst even in quarantaine. Er is helemaal nagekeken of ze geen parasieten op wijs gedragen of iets. Dan komt straks het papier van het dossier komt op het badje, zodat we goed weten welke schildpad dat het is. Ja, dat zie je daar ook. Daar hangen ook papieren. Er hier ook. Bij. Dan kun je zien. Dat is allemaal. Dat is een hele administratie. Ja, het is belangrijk dat de schildpad er niet door kan gaan halen natuurlijk. Ja, ze lijken allemaal op elkaar. Hè? Ja, dat wordt toch wel lastig met zoveel schildpadden. Volgens mij zijn dit nieuwe lampen, of niet? Ja, klopt. Ze hebben een nieuw opgehangen. Ja, mooi hoor. En laten we eens even beginnen met goed nieuws. Ik ben hier natuurlijk al een hele tijd niet geweest, maar er zijn wat dingetjes veranderd. Jullie laatste keer hebben jullie gezien dat er een hele mooie buitenvijver is gekomen. En daar ga ik heel eventjes mee beginnen, want Polly, die is naar de buitenvijver gegaan. Want iedereen die vroeg steeds, hoe is het met Polly? Maar ja, zoals jullie zien zitten hier heel erg veel schildpadden. Ze hebben dan wel allemaal een chip. Maar ja, je kunt dat niet uit elkaar houden. Na een tijdje dan is dat nagellak wat ze had gekregen op de schild, gaat er op een gegeven moment af. Hè? Want ze gaan natuurlijk steeds verschilden. En dus op een gegeven moment wisten we niet zo goed hoe het ging. En we gaan er altijd maar vanuit van als het slecht gaat, dan worden ze uit het water gehaald. En dan worden ze gechipt en dan, of gekeken bij de chip. En dan weten we pas of het wel of niet goed gaat. Maar, nou gingen er dus heel veel schildpadden naar buiten. En Gerard die was het schildpadden aan het uithalen en even kijken naar de chip. En daar zat Polly bij. Ja, ik dacht, dan moet ik meteen even een foto maken. Want normaal gesproken, zoals je al zei, is het natuurlijk heel moeilijk om de schildpad te vinden. Maar vooral bij het naar buiten brengen van schildpadden controleren we altijd even de chip. En controleren we de gezondheidstoestand en het gewicht van de schildpad. Ja, en toevallig zag ik in één keer Polly staan. Ik dacht, hey. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Dus ze is nu gewoon lekker buiten aan het zwemmen. Ja, ja. Ja, waar is nou weer de vraag natuurlijk? Ja, En wie het is altijd de vraag, omdat ze natuurlijk allemaal op elkaar lijken. Ja, en dan zeg je, ben jij Polly? Zeg dan even ja. Ja, precies. Dat zegt ze natuurlijk. Nee.
Ja, Esther is weer gegroeid, hè? Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe groot en hoe zwaar ze dan, dan is. Dus ja, dat ik zal wel even op ja, dan gaan we even vergelijken met Cleo. Ja. Dus dan ga ik thuis Cleo nog even een keer meten en wegen. Ben benieuwd hoe ze het dan doet. Je hebt ze natuurlijk wel meer ruimte, ze bewegen wat meer. Dan komen ze vaak wat minder aan dan als ze in een aquariumbak zitten. Dus je moet altijd in een aquarium ook altijd heel erg opletten dat ze niet te dik worden. Dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Dan kun je vaak zien aan of dat vlees zeg maar, van het schildpad heel erg uit de schild komt. Dan worden ze gewoon te dik. Ja. Dus en tot nu toe gaat dat nog goed met Cleo. Ja. Ja. Ja, superleuk. Dus nou ja, zijn jullie in ieder geval op de hoogte. Het ging heel erg goed. Ze is allemaal nagekeken en het gaat goed met Polly. Dus... Ja, gezond genoeg om, om lekker even een seizoen naar buiten te kunnen. Ja, leuk hè? En Polly is dus naar de buitenvijver gegaan. Dan moet je eens kijken hoe mooi of dat er nu uitziet. Het gaat wel heel erg goed met de vijver. Alleen, ik had begrepen dat er best wel wat rommel in het water komt. Dus daar moet wel een nieuwe filter voor komen. Nou hebben ze al allerlei dingen bij elkaar gespaard en zo. En nu moet er dan weer wat anders komen. Het is nou eenmaal zo dat dat natuurlijk wel allemaal betaald moet worden uit eigen zak. En van donaties. Dus ja, jullie zoeken een speciaal filter daar nog voor, hè? Ja, net als binnen zeg maar, hebben we mooi helder water en eigenlijk willen we dat buiten ook. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen als je er een zogenoemd trommelfilter tussen hebt. Die haalt dus alle kleine rommeltjes uit het water, zodat het grote biologische filter zeg maar, makkelijker het water kan filteren. Ja, ja, het ziet er inderdaad prachtig uit hier binnen. Het water is hartstikke helder. Er zitten ontzettende grote filters op. En dat moet ook wel, want die beesten die vervuilen ontzettend. Ja, het is een hele... installatie hier. Het draait natuurlijk allemaal op van alles en nog wat. Dat moet wel, want het zijn natuurlijk enorme vervuilers. De filters eraf. Misschien kun je je nog herinneren dat vorige keer hier een wat kleinere vijver stond. Allemaal hele mooie bakken buiten gekomen. En hoe kwam dat zo? Nou ja, de waterschildpadden mogen naar buiten in de zomer. Maar ja, de landschildpadden die willen natuurlijk ook graag naar buiten. Dus dat hebben we dit jaar ook kunnen realiseren. Ja. In samenwerking met Dierenlot, niet te vergeten. Ja, oh, fantastisch. Neem aan dat ze daar in de winter dan niet kunnen blijven. Dus dan in de winter gaan ze dan weer naar binnen? En in de ja, in de wintertijd halen we de schildpadden weer naar binnen. Dat geldt eigenlijk voor alle schildpadden. Die moet je niet willen zeg maar, om ze buiten te houden. De landschildpadden die gaan vanuit buiten gaan ze even een aantal maanden in winterslaap. Daar hebben we inmiddels een nieuwe koelcel voor gekregen. Dus dat is ook alweer een verandering. En vervolgens kunnen ze later weer wakker worden zeg maar, en dan uiteindelijk weer naar buiten. Ja. Zodat ze ook even echt de zon weer voelen, frisse lucht. Ja, deze verblijven die hebben we dit jaar gereed gemaakt. Dus ik vind het gewoon belangrijk dat de schildpadden die naar buiten kunnen. Hè, dat ze met mooi weer ook lekker naar buiten gaan. Hè, en als het mooi weer is willen wij ook naar buiten. De landschildpadden die zijn tijdens het zomerseizoen zijn ze lekker buiten. En zodra het weer herfst wordt, gaan ze weer naar binnen. Nou, en een groot deel daarvan die gaat in winterslaap. Dus we hebben een speciale koelcel hebben we daar nu voor. Dus dat is ook nieuw. Oh, dan moeten we straks ook even kijken. Ja, dus dan gaan ze gewoon 2-3 maanden gaan ze lekker in winterslaap. Dat is gezond voor hun, goed voor hun gestel. Dus en uiteindelijk komen ze binnen, gaan ze weer in de bakken, warmen ze weer op. Is het voor hun lente, voorjaar. En uiteindelijk hebben we hier buiten weer zomer en dan gaan ze weer lekker naar buiten. Ja, fantastisch. Maar daar de verandering ook, hè? Ja. Het is heel fijn dat je ze wat meer natuurlijke situatie kunt geven eigenlijk. Ja. Als je een dier hebt en moet je ze toch zo natuurgetrouw houden. Nou, en voor bepaalde soorten schildpadden is het gewoon eigenlijk onontbeerlijk om ze in ieder geval buiten te houden. Ja. In de zomerperiode. Ja. Ja, sowieso de roodwang, geelwang en de geelbuik, die zijn verboden. Dus die worden sowieso al niet meer verkocht. Nee.
Dat scheelt enorm, want mensen kunnen natuurlijk niet zo'n grote vijver aanleggen en verwarmd of binnen een hele kamer ervoor maken misschien. Ja. Er worden natuurlijk nog steeds wel allerlei andere soorten schildpadjes verkocht. En ja, mensen die vinden het vaak grappig en leuk en lief en denken van, oh, ik gooi het maar in een klein bakje. Dus ik denk dat, zeker ook door dit even te laten zien, dat we dan in ieder geval hopen dat mensen beter na gaan denken voordat ze een dier aanschaffen. En zeker ook gezien de nieuwe wet, dat de dieren niet meer in kleine bakjes gehouden mogen worden. Dat is natuurlijk al een hele verbetering. Ja. Ja, ik denk ook dat je als houder er niet van geniet als jij een dier alleen maar in een bakje hebt. En die verder zijn natuurgetrouwe dingen niet kan doen. Hè? Dus je wil eigenlijk als houder natuurlijk zo goed mogelijk die dieren verzorgen. Nou, en nu wordt het ondersteund met een wet, hè, zodat dieren natuurlijk op de juiste manier gehuisvest moeten worden. En dat ze daar ook echt iets tegen kunnen doen, mocht het herhaaldelijk verkeerd gaan. Ja, inderdaad. Kijk, en dan, als het goed is, blijven dan de liefhebbers over. Hè, want mensen die zullen waarschijnlijk nog de komende 100 jaar wel huisdieren willen houden. Mensen die er echt, echt per se een schildpad willen en die er dan toch eentje gaan kopen. Dat die echt een mega verblijf en een mega goed leven voor die dieren zorgen, zodat ze niet in de opvang terechtkomen. En sowieso, de waterschildpadden, hebben we het net al over gehad, die zijn sowieso verboden. Die zitten hier omdat ze gevonden worden in de natuur, omdat ze gedumpt zijn. Ja. Landschildpadden, die worden vaak gebracht, dus er worden er wat minder van gevonden dan... Ja, kijk, de landschildpadden, die waren ook niet overal te verkrijgen. Hè? Dus daarom heb je ook niet heel veel landschildpadden die overal bij mensen gehouden worden. En ook dus niet gedumpt worden. Dus je ziet vooral de waterschildpadjes voor een paar euro, die waren overal te krijgen. Dat is echt een probleem geworden. En dat zie je dus, dat ze veelvuldig in de natuur worden gedumpt. Landschildpadden zijn vaak erfstukjes. Dus mensen die overlijden bijvoorbeeld. De schildpad is er nog steeds. Dus de meeste landschildpadden die hier zitten, dat zijn echt erfstukjes, zeg maar. Ja, ja. Ja, een voorbeeld van zo'n landschildpad die hier dan terecht is gekomen, dat is deze. Ja, dus dit is wel een gevonden landschildpad. Helaas is die gevonden met verwondingen. Nou, dit herken ik meteen, want ik heb wel vaker schildpadden met dit soort verwonding gehad. Dit is de beet van een hond. Die aan het knabbelen is geweest op een landschildpad. Ja. Nou, helaas heelt dit niet. Dus je blijft in principe altijd littekens zien. En dus de schildpad heeft zelf geen pijn meer. Dus binnenkort kan die in de groep. Ja, gelukkig. Dus deze heeft het gelukkig overleefd. Ja. Ja, arm beestje. Nou, heel veel succes. Kom in ieder geval bij heel veel mooie vriendjes. Komt altijd goed. Ah, dit is de koeling. Ja, deze hebben we van een fonds gekregen, een dierenfonds. We hebben gevraagd, we willen toch graag de landschildpadden goed in winterslaap houden. Er zijn de mensen die doen het in een koelkast. Nou, dat, als je 1 of 2 schildpadden hebt, zou het misschien kunnen. Maar het belangrijkste is dat het wel constant blijft. Dus we kunnen in deze koelcel kunnen we de schildpadden op 6 graden gedurende 2-3 maanden houden. Ja, wat mooi. Ja, super. Daar zijn we heel blij mee. Ja, zo komen er wel steeds betere dingen bij. Hè? Maar ja, jullie moeten natuurlijk allemaal hebben ook van donaties en fondsen en dat soort dingen. Ja, klopt. Ja, ik heb er laatst eens iets over geschreven. De dierenasiel, die moeten wel bedelen, zeg maar, om bepaalde dingen klaar te krijgen. Hè? We krijgen geen subsidies van de overheid. Ja, erg is dat dan, hè? Ja. Je zorgt wel voor een oplossing voor een probleem en je kunt het allemaal zelf uitzoeken. Ja, dat is het hele verhaal. Ja, dat is heel jammer. Hallo! Dat komt erin, hoor! Het was alleen meer een beetje een Fortnite-dansje bij nou deed. Hoe is dat? Ja. Dit had je ook nog niet, deze bakken. Nee. We hebben hier even een tijdelijke groepsquarantaine gebouwd. Dus we krijgen vaak schildpadden via dierenambulances binnen, die dan meerdere schildpadden in één keer brengen. Dus dan is het beter om ze in ieder geval in groepen bij elkaar te zetten. Dus dan worden ze meteen behandeld tegen parasieten. Dus daar hebben we wat meer opvangcapaciteit. Ja, oh ja, dus je weet dan van deze groene, die zijn van de ambulance. Klopt, ja. Vandaag vond iemand jouw schildpad. Jouw schildpad die je vast als klein en schattig diertje kocht. Werd hij te groot? Of was hij toch te veel werk? Vandaag vond iemand jouw schildpad, uitgemergeld tot op het bot.
Vandaag vond iemand jouw schildpad compleet en zeer ernstig vervormd en beschadigd. Vandaag haalde ik jouw schildpad op, omdat de dierenambulance net zo min om jouw schildpad gaf als jij. Ze kwamen hem niet halen. Morgen breng ik hem naar Schildpaddenopvang Nederland in Harkema en gaan zij zorgen dat jouw schildpad na al die jaren sloot in het Schiebroekse park de zorg krijgt die jij heel, heel hard nodig heeft. Dump geen schildpadden. Oh, ja. Dit is de schildpad van het verhaal van Annabel. Ja. Het is net of er een riempje omheen heeft gezeten. Zo. Ja, ze lijkt wel, hè? Het is helemaal vervormd. Nou, dan kunnen we zien hoe goed het gaat in de Nederlandse natuur, hè? Ja. Dus niet. Zo zielig. Je doet het nu een half jaar hier, hè? Zei je? Ja, zo ongeveer een half jaar zijn we hier bezig. Ja. Nou, wat goed. Ja, alles voor de dieren, hè? Ja, alles voor de dieren. Er is een nieuw ventilatiesysteem gekomen. Dat staat op het dak, dus dat is een beetje lastig. Zijn er wel wat plaatjes van, hè, op de site? Ja, er zijn wel foto's van. Ja. En waarom is dat eigenlijk, dat nieuwe ventilatiesysteem? Want het is hier toch hartstikke groot en het waait hier lekker door. Waarom moet er een nieuw ventilatiesysteem? Ja, nou ja, met de corona-verhaal weten we nu hoe belangrijk ventileren is. Nou, en vooral waterschulpen, die zijn heel erg gevoelig voor longziektes. Dus het is belangrijk dat er eigenlijk goed geventileerd wordt op de juiste manier. En dus de warme stijgende lucht, zeg maar, die moet worden afgezogen. Want daar zitten ook vaak de virusdeeltjes en de bacteriën in. Dus we hebben inmiddels een nieuw ventilatiesysteem. Zodat alles eigenlijk op de juiste manier wordt geventileerd. Ja, fantastisch. Ja. Over die longproblemen gesproken. Als je nou een schildpad hebt, laten we dan niet op de grond lopen waar het heel erg tocht. Want ook dat is echt heel funest voor schildpadden. Precies. Want dat doen mensen ook, die vinden dat leuk dat hij in de kamer loopt. Maar dat kun je beter niet doen. Nee. Op dit moment zitten er ongeveer 1800 schildpadden hier. Het is echt niet normaal. En die worden natuurlijk overal gevonden. Ook daar is wat voor bedacht. Want er is namelijk op Google een hele map gemaakt, hè? Ja, klopt. Waar wij dus alle schildpadden hebben opgehaald of de schildpadden hier naartoe zijn gegaan, hebben we een speciale map gemaakt op Google Maps. En daar kun je eigenlijk zien om hoeveel schildpadden het eigenlijk gaat. Ik zal even een linkje onder de video zetten. Dan kun je daar even op klikken en dan kom je daar. Het is heel erg interessant om te zien. En daar leer je ook heel veel van, moet ik zeggen. En wat ik ook zag is een samenwerking met de dierenambulance in Limburg. Limburg, dat moet je even voorstellen. Zij zitten in Friesland, dat is dus helemaal boven in Nederland. En Limburg is ergens helemaal onder in Nederland. En toch hebben jullie een samenwerking met Limburg. Dat is wel fantastisch. Ja, dat klopt. Limburg heen en weer vanaf deze locatie is minstens 650 kilometer. Wow. Dus dat zijn enorme afstanden. We hebben de laatste tijd met heel veel dierenambulance samenwerkingen zijn we aangegaan. En dat komt omdat onder andere dierenbeschermingsdierenambulances op dit moment geen schildpadden meer vervoeren. Nee, dus er wordt gezegd van schildpadden die in de natuur zitten, die kunnen prima buiten leven, kunnen voldoende voedsel eten. Maar eigenlijk is het verhaal dat die dieren natuurlijk langzaam overlijden. Ik had natuurlijk geen opvang gehoeven als die dieren prima in de natuur konden leven. Want dan was ik de laatste geweest om ze in ieder geval eruit te halen. Dus daarom hebben we gewoon zelf een oplossing bedacht om de dieren gewoon zelf te vervoeren. Dus we hebben inmiddels twee dierenambulances aangeschaft. Ja, die hebben jullie zelf nu, hè, van de opvang. Ja, klopt. En op pendelroutes, zeg maar, halen we gewoon schildpadden door heel Nederland op. Dus mocht er ergens een schildpad gevonden worden, de dierenambulance weigert om hem op te halen, bel ons. Het enige wat je moet doen is misschien even een paar dagen voor die schildpad zorgen. Maar uiteindelijk halen wij hem op en dan wordt hij in veiligheid gebracht hier in Harkema. Ja, het is heel erg mooi dat die ambulances er zijn gekomen bij jullie. Het is alleen heel erg jammer dat het op deze manier moet. Ik vind het ook heel erg vreemd dat het op deze manier gaat. Ik zou eigenlijk ook wel heel graag dan horen van de dierenambulance. Is het van de dierenbescherming, de dierenambulance? Ja, de dierenbescherming heeft vanaf mei dit jaar, 15 mei, hebben ze een nieuw beleid aangenomen. En dat is dat zij geen waterschildpadden meer vervoeren, maar ze gewoon in de natuur met rust laten. Maar het is dierenbescherming. Ja, dus de dierenbescherming. Ja, dus ja, ze klopt. Ze nemen geen schildpadden mee. Maar nee. Wat is dan hun reden dat ze niet meenemen, dat ze ze niet mogen hebben? Zij vinden dat die dieren beter in de natuur leven dan in een opvang.
Dus, dus als ze dan gevonden hebben, dan heb je kans dat de dierenambulance zegt van nee hoor, zet maar weer terug. Ja. Maar dat kun je dan dus beter niet doen, dan kun je het beter in plaats van dan de dierenambulance bellen, kun je dan niet beter gewoon jullie bellen? Ja, het beste is om gewoon ons op te bellen. We gaan altijd even kijken van hebben we geen samenwerking ergens in de buurt met een dierenambulance. Dus dan, een dierenambulance die wel... Die wel schildpadvriendelijk is. Ja. Yeah, want dat hebben we nu dus ook opgezet. Dus mensen die kunnen zelf wel kijken op schildpadvriendelijk.nl of schildpadonvriendelijk.nl. En daar zijn de dierenambulances en organisaties vermeld die dus vriendelijk of onvriendelijk zijn. Oh, dat is mooi. Ja. Dus schildpadvriendelijk. Schildpadvriendelijk.nl en schildpadonvriendelijk.nl. Ja, en daar vind je dus een lijst met ambulances die ze wel meenemen en die ze niet meenemen. Ja, klopt. En die ambulance brengen ze dan ook hierheen? Ja, sommige ambulances die rijden meteen, als ze in de buurt zitten, dan rijden ze meteen hier naartoe. En andere dierenambulances die zorgen ervoor dat ze even de schildpad bewaren, zeg maar. Dat ze bijvoorbeeld zelf voor Limburg. Die zorgt ervoor dat ze een aantal schildpadden hebben en dan brengen ze in één keer de schildpadden naar Friesland toe. Ja, en dan worden er momenteel natuurlijk weer wat meer gevonden omdat het mooie weer is geweest. En vaak komen die dieren dan allemaal uit het water om te zonnen. En, maar heel vaak dieren die gevonden worden, die lopen vaak op de weg en zo. En dan denk je, oh leuk, lopen schildpad op de weg. Alleen vaak als je ze al tegenkomt lopend, dan is het vaak niet helemaal goed, want die dieren die zijn vaak verzwakt. Ja. Want in het water zijn ze bijna niet te pakken. Dus je hoeft niet met allemaal boten en schepnetten al die schildpadden uit de vijvers te gaan halen. Nee. Maar, want dat krijg ik ook wel eens de vraag van kunnen we dan niet met z'n allen naar zo'n vijver toe en die gaan allemaal vangen en dan allemaal gaan brengen? Nee, ja, dan zit je ook een beetje met wetgeving. De wetgever heeft eigenlijk bepaald dat schildpadden die in de natuur leven, dus die je overal ziet in vijvers en plassen, dat je die met rust moet laten. Dus je mag niet actief die schildpadden gaan opzoeken en ergens weg gaan halen. Behalve als een schildpad zeg maar aan de wandel is. Dus hij loopt over een weg of ergens in een woonwijk. Dan, en je pakt hem op, zeg maar, dan mag je hem niet meer terugzetten in de natuur. Dus op dat moment zeg maar, is het gewoon belangrijk om een schildpadvriendelijke dierenambulance te bellen. Of in ieder geval ons te bellen voor het advies wat je met die schildpad moet doen. Ja, maar we hebben het hier dus hoofdzakelijk over de waterschildpadden. Dus dan hebben we het over de geelwang, geelbuik, roodwang. Die zijn ook verboden, staan op de verboden lijst. Dus en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze massaal gedumpt worden. Of ze worden te groot of te oud. Ze hebben er niet over nagedacht. Allerlei redenen voor te bedenken, zoals mensen nou eenmaal zijn. Hè? Die vinden allerlei smoesjes waarom ze dat kunnen dumpen. Of ze denken van, ja, maar er zitten er meer, dus er kunnen er nog wel een paar bij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En als je hem hebt gevonden en je denkt van, hey, leuk, ik neem hem mee naar huis, dan overtreed je de wet, want je mag ze gewoon niet meer houden. Dus dat mag helaas niet. Je moet dan toch altijd contact opnemen met de dierenopvang, met de schildpaddenopvang. Ja. We leven hier natuurlijk op het land schildpadden en de oudste schildpadden. Wow, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Hoe oud is de oudste schildpad? De oudste schildpad is 90 jaar. 90 jaar? Ja, die heet Lars. Is van een oude mevrouw geweest. Haar zoon, die heeft hem toegekregen toen zij overleed. Maar haar zoon, die moest inmiddels ook naar het verzorgingstehuis. Oh, ja. En die heeft uiteindelijk de schildpad hier gebracht. Ja. Dus, Dat is zien maar weer hoe oud of ze kunnen worden. Want ze kunnen natuurlijk heel, zeker landschildpadden die worden heel oud. Waterschildpadden gemiddeld 30, 40 jaar, moet je rekening mee houden? Ja, klopt. 30, 40 jaar is wel de max. Ja. Dus, en als je dan zo'n dier hebt, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat iemand anders later voor kan zorgen als jij dat niet meer kan. Dus dan moet je veel van tevoren regelen. Dat doen mensen vaak ook niet. Ja, en dan moet het dier ook weg. Ja. Nou, we staan nu voor deze vijver. En ik ga jullie even laten zien hoe die vijver er eerst uitzag. En daar is het ook verandering in gekomen, dus dat is ook een heel mooi om te zien. Het is nu dit geworden. Hartstikke mooi. Heel erg groot. Super luxe. Ja. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe deze tot stand is gekomen. Ja, we krijgen natuurlijk steeds meer schildpadden. Dus dan is het ook belangrijk dat je genoeg ruimte blijft creëren. Dus we hebben begin dit jaar een nieuwe vijver kunnen maken. Is inmiddels de tweede grote binnenvijver. De schildpadden kunnen zelf kiezen naar welke vijver ze willen. Er is een speciale schildpaddenbrug. We hebben een heel groot zandeiland aan de achterkant gemaakt. Dat is uiteindelijk om de eieren te leggen. De eieren die halen we overigens weg. Ik ben heel blij dat we in ieder geval weer genoeg ruimte hebben. Alleen het probleem is, uiteindelijk raak je steeds voller en voller. Dus ik krijg er ook heel veel vragen over van, ja, wat doe je als je vol raakt? Ja. Nou, daar hebben we eigenlijk... Dan ga je op het dak verder. Ja, dan gaan we gewoon op het dak verder.
Ja. Nee, dus het probleem is als jij vol raakt. Het probleem met schildpadden is al 60 jaar aan de gang. En wat er eigenlijk gebeurde is... Dat een van de schildpadden een scheet aan laat is. Ja. Wat is dat eigenlijk voor een geluid? Spoel. Dat is zo'n trommelfilter. Ja, dan gaat hij eventjes alles schoonspoelen. Ja, dan gaat meteen naar het riool. Ja, dat is prachtig. Ja, echt super. Ja, dus wat als je vol raakt? Dus voorheen, het probleem is al 60 jaar aan de gang. Dus wat gebeurde? De schildpadden werden massaal ingeslapen. En vervolgens begint men weer opnieuw schildpadden te verzamelen. Daar zijn we ook tegen. Hè. We gaan geen gezonde dieren inslapen. Als dieren het nodig hebben, dan krijgen ze het natuurlijk. Hè, dus laat dat duidelijk zijn. Ons uiteindelijke doel van de opvang is om een schildpaddenreservaat op te zetten. Dus dat betekent niet van gewoon schildpadden ergens in een gebied dumpen en er niet meer naar kijken. Het belangrijkste is dat die schildpadden dus in vrijheid kunnen leven. Naar binnen en naar buiten kunnen als ze dat zelf willen. En waar ze gewoon gevoerd en verzorgd worden. Alleen dan in een agrarisch gebied. Hè, want we zitten hier midden in het dorp, op dure bouwgrond. Dus het is gewoon betaalbaarder voor ons en beter, ook voor de dieren, zeg maar, om in een agrarisch gebied te gaan zitten. En hoe doe je dat dan met de temperatuur van het water? We willen eigenlijk een beetje de natuurlijke wijze aanhouden. Hè? Dus dat schildpadden dus ook op eigen initiatief naar binnen of buiten kunnen. Deze schildpadden, deze soorten waar het vooral om gaat, hè? Dus de invasieve soorten, dus de roodwang, de geelbuik en de geelwang, die houden korte winterslaap. Hè? Dus in het gebied waar ze voorkomen, bijvoorbeeld Florida, heb je niet zulke lange koude periodes dan hier in Nederland. Ja, dus je zou kunnen aanbieden, zeg maar, dat ze 2 maanden in winterslaap gaan. En dat ze dan later, zeg maar, zelf naar binnen kunnen om in een warmer gebied te vertoeven. Ja, want het probleem dat ze hier rondlopen is vooral dat ze alle planten en andere visjes en andere dingen allemaal opeten in de natuur. Ja, bovendien dat het slecht is voor de schildpad zelf. Hè, want zo'n schildpad die teert gewoon in. Hè. Een schildpad die kan pas eten vanaf 18 graden. Dat is een van de belangrijkste punten die ik altijd zeg. Onder de 18 graden kan die niet eten en geen voedsel verteren. Ja, dus in zo'n reservaat kun je ze bijvoeren. Ja, klopt. Dus dat is het belangrijkste. Want stel voor, het is nu mooi weer, dan is het natuurlijk 18 graden. Dus die schildpad die kan eten wat hij wil, maar hij moet wel voedsel hebben. Nou, dat is in de natuur al heel erg beperkt. Wat zij eigenlijk allemaal nodig hebben, dat kunnen zij hier niet in de natuur vinden. Dus de periode dat hij kan eten, is gewoon veel te kort. En daardoor zie je dus vermagering van schildpadden en uiteindelijk dat ze overlijden. Ja. Dus het beste zou zijn, reservaat waar een optie is om naar binnen te kunnen, waar plekken zijn, zeg maar, om op te warmen en waar ze gewoon gevoerd worden. Dan heb je in principe kun je heel veel schildpadden opvangen zonder dat het dierenwelzijn in het geding komt. En hoe zit dat dan als ze eieren moeten leggen? Ja, dus als jij bijvoorbeeld een legstrand aanbiedt, dan is de truc, zeg maar, om daar zout doorheen te mengen. Zodat het vocht wat in de eieren zit, zeg maar, dat het wegtrekt. Ja. Ja, het is niet zielig, want er zit in een ei, zeg maar, nog geen klein schildpadje. Het is gewoon eigeel, zodat je dat, zoals een kippenei. Dus als je dat op tijd ingrijpt, zeg maar, dan is het, dan is dat gewoon beter. Ja, dan komt er gewoon niks uit. Nee, want er zijn al zoveel schildpadden die een thuis nodig hebben. En zou je dan ook nog... Ja, oké, weet je, als je 1800 schildpadden hebt, hè, dan kun je natuurlijk niet zorgen dat 1800 schildpadden ook nog eens. Nou, over eieren doen ze bij een legsel, misschien een stuk of 10. Ja. Nou, dan hebben we als het niet meer is. Ja. Dat is 10 keer 1800 en dan ieder jaar. Dat lijkt me niet goed. Nee, dat lijkt me niet verstandig, nee. Nee. Nou, maar dat is wel heel erg mooi. Maar heb je ook enig idee of dat ook te realiseren is, zo'n reservaat? Of hoe had je dat voor ogen? Ja, in principe is dat wel te realiseren. We zijn nu bezig om dit pand af te betalen. Nou, als we dat hebben gedaan, zeg maar, dan heeft de stichting in principe een pand te verkopen. En eigenlijk willen we daar dan weer een boerderijachtig iets voor kopen. En daar het reservaat gaan opzetten. Ja, klinkt fantastisch. Ja. En dan ook weer in Friesland. Ja. De roots liggen in Friesland en de gronden zijn hier goedkoper. Dus dan is het toch verstandiger om hier te blijven. Ja, en er is hier heel veel grond nog vrij, volgens mij. Zeker weten. Ja. Ja. Nou, daar duimen we allemaal op natuurlijk. En dan gaan we daar natuurlijk weer filmen. Want, hè? Ja, zeker. Nou, tot die tijd moeten we het hiermee doen. En er zijn gewoon allemaal prachtige dingen gemaakt. En ook weer allemaal nieuwe lampen, nieuwe matjes, nieuwe vijvers. En gelukkig is dat allemaal gelukt. Want het was ook allemaal even een beetje kritiek. Hè? Want er waren de momenten bij dat er gewoon echt de financiële middelen niet voor waren. Maar je blijft dan wel groeien en je moet toch aan geld komen. Dus wil je nou ook steunen, dan ga dan even naar een site. Want je kunt daar doneren. Doe dat dan eventjes. Helpt dan alles maar een euro. Ja, super bedankt alvast. Ja. Dat was alweer de video. Het is een hele lange video geworden, maar een hele belangrijke. En we waren natuurlijk al een tijd niet geweest.
Ik wil Gerard weer heel erg bedanken voor alles. Dat ik hier weer eventjes rond kon kijken. En jij ook bedankt natuurlijk. Ja, graag gedaan. Alles voor de schildpadjes en voor alle dieren natuurlijk. En zoals ik al zei, wil je nou ook helpen? Ga dan even naar de site, kijk daar eventjes. En zorg goed voor de dieren en voor elkaar. Daar wil ik mee afsluiten. Dankjewel. En tot de volgende video. Doeg! Maar ontspan. Zijn daar nog wat dingetjes aan veranderd sinds de laatste keer? Nee. Nee? Sorry. Geen, ja. Wat zijn deze foto's? Ja. Hallo allemaal. Ik ben Anthony. Welkom, waar ik deze stop gezicht bij? Nee, nou oké. Oké. Moet je er niet meer? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, gaan we weer? Ja. Nou, het gaat... Oh, even. Rare pluk. Tenminste, dat zei je dat in die vijf, dat kan natuurlijk niet. Even kijken hoor. Het volgende onderwerp. Even kijken hoor. Ja. Even kijken hoor. Het is ook zo stom, hè? Dan doe ik hem hier en dan doe ik hem daar en dat je dan niet... Ja. Ben je weer aan het zoeken. Ondertussen ben je weer aan het denken, hè? Van hoe moet ik het zeggen? Ja, ja, ja. Ik moet zo'n autocue... Ja, dat heb je wel, hè. Dus dan kun je op je tablet kun je dat doen als je wil. Maar moet je dat eerst allemaal van tevoren mooi ingezet hebben. Ja, dat werkt ook niet. Ja? Okay. Ja. Oh, Natalie. Ja. Met het blaadje. Om hoeveel schildpadden het eigenlijk gaat? Je moet wel een beetje in beeld blijven, hè. Je gaat het wel heel goed. Ja, helemaal. Je gaat vertellen, geen. Ja. Dus daarom hebben we het. Dus daarom hebben we gewoon zelf een oplossing bedacht. Op de movie-opnames, automatisch gestart, de kaart is vol. Ah. Nee. Dat maar niet. Namelijk nou, kunnen nagaan, het is 32 gigabyte, heb ik dan zitten opnemen. Ja, dat gaat wel. Het gaat hard, ja. En hier zit 300 zoveel in. Oh, die kan wel even... Ja, nou, zullen we hem afsluiten naar mij? Ja. Ja? Oké. Okay.